mijn kanaal maak ik er bijna een sport van om bepaalde categorieën van mensen na te doen. Fuckboys en chicks en wat dan ook. Ik heb het allemaal gedaan, allemaal achter de rug. Maar vandaag duik ik er nog iets dieper in, namelijk ik ga vandaag één persoon nadoen. Iemand die we allemaal kennen. Het is de nieuwe Justin Bieber van 2017. Die is de enige echte. Shawn Mendes! Jeetje, wat een held is het. Als ik nadenk over hoe Shawn Mendes in elkaar zit, dan is hij eigenlijk een jongen die gewoon goed kan zingen. Dat daar even op staan. Dat. Een leuke jongen. Ik ken hem persoonlijk. Wij chillen altijd. Elk weekend, hè. Chillen we. Ik was laatst carnaval aan het vieren. Wij waren samen carnaval aan het vieren. En het was echt fucking leuk. Het was echt goud. Maar Shawn is niet zo heel erg, zeg maar, bijzonder. En ik heb nu het gevoel alsof ik alle harten van tienermeiden raak. Sorry. Maar volgens mij is het een relatief normale jongen die gewoon goed kan zingen. Die niet heel veel poespas om zich heen heeft. Waarschijnlijk wel veel poes om zich heen, want hij is bekend en... En dan hoor ik jezelf afvragen, hey, wie de fuck is Shawn Mendes? Nou, dat is de guy van dit liedje. Luister even goed. Please have mercy on me. Take it easy on my. If you know you know me. Kijk, je kan natuurlijk iemand op heel veel verschillende manieren naproberen te doen. En iets wat heel opvallend is bij Shawn Mendes is omdat hij heeft gewoon een soort van bepaalde tweets ofzo. Hij heeft tweets waarvan je denkt, hey, what the fuck. Op Twitter is hij nogal, zeg maar, hoe zeg ik het, zweverig. Laat ik het daarop houden. Ik heb een aantal van zijn tweets verzameld en die gaan als volgt. Wrote something so special this week. I may be the most excited I've ever been for the talent. Spend your time now focusing 100% on your passion. Because when you truly fall in love, it'll be almost impossible focusing on anything else. Eh? Everybody starts somewhere. Trying to forget or ignore your past is ignoring a part of you. Good or bad, that's how you got to where you are. Ja! 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 Wat mij leuk leek is om een aantal van deze tweets in het Nederlands op mijn Twitter te plaatsen. En dan ga ik uiteindelijk Shawn Mendes nadoen, zo van fysieke selfies nadoen. Dan aan het eind van de video ga ik kijken wat de reacties zijn op die tweets. Oké, we gaan ervoor. Ik weet nu al gewoon dat als ik deze tweets vertaal naar het Nederlands, dat het gewoon klinkt toch gewoon als Mogol. Ik ga gewoon als een retard klinken, dat weet ik zeker. Wrote something so special this week. I may be the most excited I've ever been about a song. Iets speciaals geschreven deze week. Ik ben waarschijnlijk nog nooit zo enthousiast geweest over een liedje. Eigenlijk, haha. Besteed je tijd nu. Focussen 100% op je passie. Want als je echt verliefd wordt, is het bijna onmogelijk om je ergens anders op te focussen. Ik besteed volgende week of zo om ergens overheen te komen. Dan ben ik terug in LA om te schrijven met mensen waar ik dood om ga om mee te werken. Fuck! Het is te veel tekens. Ik zie nu al gewoon reacties van mensen. Ah, dit is zo fucking weird. Iedereen begint ergens. Proberen je verleden te vergeten is een deel van jezelf negeren. Slecht of goed, dat ben je. Deze tweets zijn zo weird als ze letterlijk vertaald naar het Nederlands slaat echt helemaal nergens op. Ik zag al reacties van mensen die echt zoiets hadden van, hey, volgens mij is hier niet iets helemaal pluis. Die reacties van mensen gaan we aan het eind van de video checken, want in de tussentijd ga ik mezelf ook fysiek omtoveren tot de enige echte jongeman Shawn Mendes. Ik ben er klaar voor. Wat ik ook al zei aan het begin van de video, Shawn is eigenlijk volgens mij helemaal niet zo heel erg speciaal. Nou, oké. Okay. Dus ik moet dan iets zeggen. Ik weet gewoon dat elke keer als ik dat zeg, dat er dan mensen kijken die denken, Shawn is wel speciaal! Hij is wel speciaal! Iedereen is speciaal. Laat ik het daarop houden. Het is niet dat je bij hem allemaal tatoeages en zo moet gaan doen, snap je? Hij is gewoon een guy met bruine haren. Nou, dat heb ik al niet. Het enige wat je nodig hebt voor Shawn Mendes' uiterlijk is bruin haar, fucking simpele kleren, letterlijk dat, bruine wenkbrauwen, nette schoenen en een gitaar. En that's it. Shawn Mendes starter pack. Dit. Ik ga mezelf straks even omtoveren tot onze enige grote Shawn. Hoe zou Shawn Mendes in het Nederlands heten? Jan Meijer. Jan Meijer. Ik ga vandaag Jan Meijer nadoen. That's it. Jan Meijer heeft allemaal verschillende soorten selfies op Instagram. Allemaal super grappige foto's en video's op het internet. En die ga ik vandaag daar doen. Namelijk de eerste foto die ik na ga doen is deze foto. Dit is nog best wel gewoon een normale foto. Toch? Hij met een ketting en een gele post-it. Met daarop, you are important. Oké, nou ja, ik denk dat het tijd is om Shawn Mendes na te gaan doen, jongens. Wow! Shawn Mendes nadoen. Jazeker, dat is hetgeen wat ik vandaag ga doen. Dat is mijn plan, dus ik heb er heel veel zin in. Het voordeel van Shawn Mendes nadoen is dat hij, zoals eerder zei, niet heel moeilijk is. Het enige wat wel zo is, het grote verschil tussen hem en mij, is dat ik blonde haren heb en hij heeft donkere haren. Dus dat gaan we eventjes aanpassen. Naakte Kelvin! Bijna precies hetzelfde kan nadoen. Hoe werkt dit? Oké, dit is bruin. We gaan ervoor. Wow! Wow! Jeetje joh.
echt gewoon bruin. Oké, de eerste stap is gezet, mensen. Ik ben volgens mij in de nadoen video nog nooit zo ver gegaan dat ik mijn hele haar heb geverfd. Maar dat ga ik nu daadwerkelijk doen. Hoe ziet die achterkant eruit trouwens? Goed, we zijn goed onderweg, mensen. Wow. Bruin haar. Wat fucking weird eigenlijk. Wat zie ik er anders uit, joh. Een kettingje om. Ik ga dit kettingje. Kijk, hoppakee. Religieus, alles, je weet toch. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat ik er niet eens zo slecht uitzie. Ik vind dat ik er best goed uitzie. You are important. Voor de mensen die niet weten wat het betekent. Important betekent belangrijk. You are important. Ik heb alle ingrediënten die ik nodig heb om de perfecte Shawn Mendes foto te maken. Het enige wat ik nu nog nodig heb is zijn cute smile. Je moet nog heel veel bruine wenkbrauwen hebben. Hoe de fuck werkt dit? Misschien wel. Ik heb alle ingrediënten die je nodig hebt om de ultieme Shawn Mendes te zijn. Dus ik pak mijn telefoon en dan gaan we even een leuk selfietje maken, mensen. Let's go. Shawn Mendes heeft op de achtergrond een soort van rolluik of zo, lijkt het. Dus dat ga ik ook doen. Ik zit hier ook. Zijn we er klaar voor? Jezus, ik heb gewoon bruine shit hier. Nou, boeien. Hij heeft hem in zijn linkerhand. Zo. Oké, het is een vierkantje. Hij heeft een beetje zo dit erop. Dan dit vasthouden. Oké, ik heb wat geprobeerd. Kelvin, je moet even iets beter je best doen. Nou, ik heb denk ik inmiddels 100.000 foto's. Nee, wacht, hij kan nog beter. Hij kan nog beter. Ik zie allemaal details. Elke keer zie je weer nieuwe details. En denk je, ja, dit moet ik ook goed doen. Zo, zo. Ja, het is heel simpel, maar ik wil het echt gewoon goed doen. Oké, ik heb inmiddels 5000 miljoen foto's gemaakt. Volgens mij, hier zie je ze even allemaal heel snel. De winnende foto van vandaag is deze, mensen. Het is een grote gelijkenis. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ik het goed genoeg heb gedaan. We gaan op naar de volgende. De tweede foto van Shawn Mendes die ik ga nadoen is zwoeler dan de eerste. Ja, nu denk je ongetwijfeld, hey Kelvin, waarom heb je nou weer blond haar? Je had net donker haar. Ja, dat klopt. Maar ik film dit eerst en dan straks dat. Zo werkt het. Content, video's, media, manipulatie. Wat? De tweede Shawn Mendes foto is... Wow! Oké. Dit is iets. Zeker weten. Shawn Mendes, I'm gonna get it. Absolutely. Oké, let's go. Bij deze foto heeft Shawn even iets zwoelere vibe. Iets schaarser gekleed. Ga ik ook even doen. Hier, hoppakee. Mensen, aanschouw. Shawn Mendes. Oh yeah. Shawn heeft hier al van die mooie gouden dingen. Nou, die heb ik erop laten naaien. Ik wil graag Martine en haar moeder bedanken dat ze dit voor me hebben gedaan. Dankjewel, ik hou van jullie. Zijn outfit is niet heel spannend hier, hoor. Dus dat moet ik gewoon zeggen. Van ja, dat is niet zo heel moeilijk. Alleen de houding, zeg maar de artistieke, de zwoele vibe die er hangt. Die heb je niet zo 1, 2, 3 gedaan. Dus, en nou dacht ik dat ik zelf zo hier zou gaan liggen zo. Zoiets. Dat dacht ik. Ik ga de camera heel eventjes op een statiefje zetten. Als ik hier ga liggen zo. Nee, dat werkt niet. Ja, dit doet hij ongeveer. Arm ligt zo hier. Zoiets. Zo. Ja, hij heeft oprecht gewoon één arm bij zijn pik. Hoe ligt die gast? En dan zo. Ik denk dat dit het is. Ik heb nu de pose. Zo ligt hij. Ik moet alleen nog heel eventjes de look bepalen. En dat is gewoon zwoel kijken. Mensen, ik ben er klaar voor. Ik ga lekker op de juiste manier liggen. Zo, hier ook. Dit zo. Deze ligt zo. Deze been ligt zo. Ik denk dat dit hem is, mensen. Het enige wat ik nu nog moet doen is zwoel de camera in kijken in 3, 2, 1... Oké. Shawn Mendes zit ook veel op Snapchat. Heel veel Snapchats. Je hebt letterlijk gewoon Jan Meijer Snapchat compilaties. Gewoon op het internet. Snapchat video compilation. Best 2017 Shawn Mendes. Uit die compilaties heb ik een aantal snaps gekozen waarvan ik denk, oké, die kan ik wel leuk na gaan doen. Beginnend met deze. Klaar. Wow. Ik ben er klaar voor. Shawn staat volgens mij nogal bekend om zijn lekkere, random, hippe Shawn Mendes snaps. Dus dat ga ik ook vandaag doen. Even een grijs shirt. Zo, zwart vest aan. En that's it eigenlijk. Ik heb gewoon een heftige klopje haar, jongen. Is niet normaal, jong. Hij zit in deze snap in de auto. We stappen even in de auto. Ten eerste moet ik mijn vest heel even dicht doen. Gordel om is heel belangrijk. Ik heb het liedje even opgezocht wat hij luistert in de auto en het gaat als volgt. Wel een lekker liedje. Oké, ik ben ready. Oh, mijn intro moet iets langer zijn. Kak, we gaan ervoor. I got this, people. Door naar de volgende baan. Oké, naast het feit dat Shawn Mendes natuurlijk soms een beetje gek doet in zijn auto. Lekker wild en lekker wauw, hippe, jonge, tiener, wow. Is hij ook gevoelig. Altijd als Shawn Mendes een liedje begint te zingen, dan gaat het ongeveer zo. I know I can treat you better than he can.
Maar zo heeft hij allerlei filmpjes op het internet waarin hij dit doet, onder andere deze. Eerlijk, hij kan wel echt gewoon tering goed zingen. Denk niet dat ik hem nu in belachelijkheid wil brengen, oké? Ik heb juist gewoon mad respect voor mensen die een talent hebben. Ik ben gewoon weg. Ik zit gewoon op een wolk nu. Ik heb dit gezien, ik denk, yo, ik word gay. Oké, nou, we gaan maar eventjes wat liedjes zingen, denk ik. Nou, heb ik hier een zwart shirt, wel met lange mouwen, dus ik ga ze heel eventjes opstropen. Deur op de achtergrond, zoiets. Zo. Dit is mijn gitaar. John kijkt altijd zo moeilijk als hij gevoelig zingt, man. What the fuck is dat? Bad reputation, she takes the long way home. All of my friends see her naked. Ik vond hem goed genoeg. We gaan door naar de volgende. Hij heeft echt volledige Snapchat-compilaties met allerlei leuke dingen. En ik heb nog één gevonden waarvan ik denk dat jullie het wel leuk vinden als ik hem ga nadoen. Dus we gaan het even bekijken, mensen. Let's go. For real, guys, I actually am very excited to do the show. Ik vind hem wel een grappige jongen eigenlijk. Hij is gewoon wel funny. I like that. Ha! Gay! Wat we heel even aan moeten doen is dit truitje. Hij heeft volgens mij precies deze aan. Het enige wat hij nu nog doet is heel grappig. Ik ga het gewoon proberen en dan zie ik wel. Yo, mijn kapsel, jongen. Hoe gek is dit? For real, guys, I actually am. Oké, okay, dit kan beter. For real, guys, I actually am very excited to do the show. Oké, okay, volgens mij heb ik hem redelijk goed onder de knie, mensen. Ik ga hem nog één keer doen, maar ik moet namelijk iets meer van onder filmen. Iets meer met een onderkin. For real, guys, I actually am very excited to do the show. Mensen, het is gelukt. Oh, ik ben blij. Ik ben blij. Ze zijn goed gelukt, mensen. Jeetje. Potverdorie zeg. Wat een overkill aan Shawn Mendes level. Ja, sorry. Begin van de video had ik tweets geplaatst van Shawn Mendes. Maar dan in het Nederlands vertaald en op mijn eigen Twitter. De reacties daarop zijn. Joy heeft gewoon oprecht een screenshot van die tweet naar mij gestuurd. Wat? Beetje Shawn na tweeten. I got you, mate. Hey, rustig. Ik krijg gewoon gifjes van Shawn naar me toe gestuurd en shit. Fucking Kelvin, niet Shawn nadoen. Hoe weten jullie dit? We'll be right back.